Deze verkiezingen zijn heel erg belangrijk. Het gaat in de eerste plaats om de vraag wat moet er gebeuren met premier Benjamin Netanyahu die van corruptie wordt verdacht. Het gaat ook over de vraag hoe het karakter van Israël moet zijn. Er zijn allerlei critici die zeggen van het gaat op het ogenblik de verkeerde kant op. Er moet weer een leider komen die het volk bijeenbrengt, die de eenheid terugbrengt, die het land niet verder verdeelt. En dat kan Benjamin Netanyahu niet doen. Een ander belangrijk thema is uiteraard de veiligheid, maar daarover bestaat weinig verschil van mening. Er zijn verschillende mensen die goed hierin kunnen zijn. En het gaat over de vraag welke plaats moet de religie hebben in het land. Wat moet er gebeuren met de ultra-orthodoxen? Moeten zij uitgezonderd kunnen zijn van dienstplicht of moeten zij ook dienen in het leger? De opiniepeilingen laten zien dat er een soort impasse is. Zowel Likud van Benjamin Netanyahu als Blauw-Wit van Benny Gantz zullen beide ongeveer 32 zetels krijgen. Maar de vraag is ook uiteraard wie krijgt genoeg zetels om straks een coalitie te kunnen vormen samen met andere partijen. Wie haalt het om genoeg coalitiegenoten te hebben zodat de regering kan stoelen op 61 van de 120 Knessetleden? En de vraag is of dat gaat lukken. Anderen zeggen er moet juist een kabinet komen van nationale eenheid met Likud en Blauw-Wit samen. Dat er een stabiele meerderheid is in de Knesset. De veiligheid in Israël is over het algemeen erg goed. En dat zal ook morgen zeker het geval zijn. De politieagenten zullen met ruim 10.000 mensen op de been zijn. En zij zullen staan bij scholen en andere plekken waar gestemd wordt. En ze zullen worden geholpen door leden van de grenspolitie, door particuliere beveiligers en door allerlei vrijwilligers. En ja, ze zullen ook aanwezig zijn op de plekken waar veel mensen heen gaan om te picknicken en dergelijke. Want het is een vrije dag namelijk morgen voor de Israëliërs. En stemmen dat kost maar eventjes tijd en daarna kunnen ze gaan doen wat ze verder willen. En de verwachting is dat het morgen dinsdag heel erg druk zal zijn in de parken.